verwacht dat ik naast een hele bijzondere kennismaking met Afrika ga begrijpen en leren hoe Dance for Life te werk gaat. Omdat ik donateur ben en graag wil zien hoe het geld besteed wordt. Je kan heel veel horen en heel veel lezen en ze kunnen heel veel verhalen vertellen. Maar ik denk dat je, als je ziet wat ze daadwerkelijk doen op zo'n school met zo'n scholenproject en wat de impact op de kinderen is, ja, dat dan de boodschap echt wel overkomt dan wat de kracht is van Dance for Life. From here we're going to actually go to the office, so the Office of Restless Development, who are the NCO for Dance for Life in Zambia, and there you'll meet the staff and also learn more about Dance for Life in Zambia and have a chance to ask questions and find out what you want to know. De kwaliteit aan mensen binnen de organisatie ook heel erg hoog. Vooral ook vrouwen van ik echt denk van wauw, dat zijn echt powervrouwen die hier ook vandaan komen. En ook met de cultuur die in Zambia is, hoe moeilijk het is ook voor vrouwen om daaruit te stappen en hoe gewaagd dat is. Dat die gewoon opstaan en zegt van I'm leading my own life and I want to bring this message to the world. Ja, daar kan ik echt heel veel respect voor hebben. The reason why I have been coordinating Dance for Life Zambia is because I'm a youth advocate personally. And I also love music. I'm a musician, like outside work. And I feel I like the way Dance for Life brings or combines music and, you know, positive messages, which is pushing back HIV and AIDS. Vanochtend hier in Kabwe in een hospice hebben we bezocht. En ja, veel mensen met AIDS gezien die hier opgenomen zijn. En nu wordt het echt voor het eerst concreet. Want uiteindelijk doe je met elkaar dingen en je reist door een land en je krijgt heel veel indrukken. Maar als je dan echt hier op zo'n, in zo'n hospice bent en je ziet dan met name de jonge kinderen gewoon die besmet zijn, eigenlijk zich nog niet of nauwelijks realiseren wat voor leven hen te wachten staat. Dan, en jezelf, wij realiseren ons dat wel en zij niet, dat is heel heftig. Het is allemaal redelijk afgeschermd, we mogen ook binnen niet filmen. En ja, ze proberen het wel een beetje voor zichzelf beschermd te houden. This is specifically for street children. So it's for young people in Kabwe who either don't have a home or sometimes they actually have a home, but for them the situation is quite difficult. Het is goed om te zien wat ook de consequenties zijn van HIV en AIDS. Het is leuk om het dansgedeelte te zien, maar om te weten waarom je danst moet je ook weten wat je probeert te voorkomen. En dat is HIV en AIDS. En om te zien hoe groot het probleem hier in het land is. Does it start? Everybody sit down. Sit down. Why prevent it? Yes. Because HIV kills. Because HIV kills. True of us. True. True of us. True. True of us. True. We hebben bij een les meegekeken waarin dus een onderdeel van het Dance for Life programma. Waarbij ze dus de skills krijgen en eigenlijk ja, horen hoe ze, hoe ze HIV kunnen voorkomen. En het werd eigenlijk aan de hand van twee tekeningen op het bord. Een jongen moest een meisje tekenen en een meisje moest een jongen tekenen. En eigenlijk aan de hand daarvan werd ook gepraat over stigma's. En ja, hoe zien jullie HIV in jullie omgeving en hoe wordt daarop gereageerd? To tell your friends. Guys, stigma is not nice. Ik vond het wel heel goed om te zien dat, dat de echte vragen, de input kwam uit de leerlingen zelf. Dus de leraar drong niks op en zij moesten eigenlijk zelf vertellen wat is nou AIDS, hoe kan je het voorkomen. En ze wisten het ook. Dus ja, in die zin had ik wel het idee van nou, wat tot nu toe hier geleerd is, dat hebben ze wel meegekregen. Aloha, aloha, aloha.
Wat ik ook een heel mooi moment vond is The Angels of Change. Hè. Dat zijn dus jongeren die dus zichzelf opgeven om ook daadwerkelijk verandering te maken. Dus ja, zeg maar de born leaders. Hè, die zie je dat die echt uit zo'n groep stappen en inderdaad de leidersrol nemen om gewoon andere mensen te inspireren. En daar gaat eigenlijk Dance for Life ook echt over. I can, you can, together we can all. I can, you can. Together we can all be it. Hello. Hi. Nou ja, in zo'n stampvolle klas te zitten, ergens in the middle of nowhere, onder het stof, snikheet, 40 graden, maar iedereen 2 uur wacht buiten dat hun schooltijd is afgelopen om erbij te zijn. Ja, dat is toch geweldig dat ze graag willen weten wat de boodschap is en daar ook naar luisteren. If you are HIV positive, you are finished, or maybe you are not normal, or maybe you are not something, or maybe you are not somebody. I'm HIV positive, I'm just carrying a virus. And it's up to me to maintain my life and to live positively. One, two, double bounce. One, two, and double bounce. So when you dance and you sing, everyone is awakened and they would want to know what's next after the dance and what is this whole dancing all about. They would have that desire to know more further than just the dance. I think the combination, you know, giving a message with music. I mean, music is something really important in the African culture. So I think it's the right thing. It's a key thing, you know, in the message. It grabs the attention of children, and they really get the message. I saw it, you know. Yeah, it was amazing. De herinnering vond ik toch wel de tweede school waar we waren. Waar eigenlijk heel spontaan een soort feestje ontstond met, tussen de kids en wij waren daar echt onderdeel van. En ik denk ook dat het voor die kinderen net zo goed als voor ons een onvergetelijke herinnering is. Want wanneer sta je nou met een stel witte mensen uit je dak te gaan en andersom? Wanneer sta je nou ergens in de middle of nowhere in Zambia met een stel jongeren helemaal uit je dak te gaan met elkaar. Ja, dat vind ik echt dat is het leven vieren. En dan bestaat er geen ongelijkheid in welke vorm dan ook. Dus daar heb ik een hele mooie, ook de gezichten van die jongen, maar ook van onze friends. Weet je, we hadden gewoon, iedereen was even ook echt heel erg gelukkig. Ik vond het echt een heel mooi moment. Ik dacht al dat het zou kunnen werken. Ik heb nu gewoon gezien dat het werkte. De enige manier
om deze mensen uit de ellende te krijgen, is opleiding. En opleiding, dat doe je door gewoon hele goede onderwijzers en dergelijke te hebben. En dat doe je ook door, wat al vanmiddag genoemd werd, peer-to-peer education. Dus gewoon twee gelijke jongens of meiden onder elkaar die uitleggen hoe het zit. Dus die jongens en meiden onder elkaar zitten en er wordt gedanst en er wordt muziek gemaakt. En ze zingen liederen met elkaar, dan werkt het. En nou, dat was ik van onder de indruk. Nou, het bijzondere van deze reis vind ik eigenlijk is dat je een land gewoon heel anders leert kennen. Want je gaat niet ergens naar een aidskliniek of naar een school of weet je. Of hè, je komt bij mensen thuis 's avonds en dan ga je eten. Dus het is een hele andere manier van naar een land kijken en van de cultuur. En dat vond ik een van de meest bijzondere dingen ja, wat ik ooit in een reis heb beleefd. Personally, I've really appreciated the fact that this supporters for Dance for Life, I mean friends for Dance for Life, have traveled all the way from Holland to come to Zambia, because many are the times that obviously they're presented with papers about, you know, how great Dance for Life is and what role the young people can play in pushing back HIV and AIDS. And it's great, but mostly it's on paper. But I think it's important for them to sort of have a reality check where they come actually to a country program like Zambia and just see the actual work of Dance for Life, like putting the sort of the reality on the paper. Het is natuurlijk de eerste keer dat we met onze friends op reis zijn gegaan, dus dat was voor ons eigenlijk ook heel spannend. En het is, ik denk dat het een heel groot succes was. De reacties van de hele groep zijn eigenlijk alleen maar positief. Ik denk dat iedereen ook nu echt ziet wat we doen. Hoe we het doen en eigenlijk het allerbelangrijkste waarom we het doen. Maakt me ook weer extra trots op het feit dat we zoveel friends hebben die ons op deze manier steunen. Maar ook ja, het werk wat we doen is gewoon altijd weer heel goed om het te zien. En daar nou ja, echt ook het gevoel te hebben van ja, dit klopt, dit is goed, dit heeft zin. Ja, dus ik kijk met een heel positief gevoel terug op de reis, want het was gewoon ook hartstikke gezellig.